In deze video wordt geen nieuwe stof behandeld. Wel geeft het de samenvatting van de begrippen en formules die horen bij één domein van het VWO Natuurkunde-eindexamen, zoals die geldt vanaf het examenjaar 2025. Deze video gaat over het domein B1 Informatieoverdracht en daarmee wordt eigenlijk het onderwerp trillingen en golven bedoeld. Wanneer een voorwerp een trilling uitvoert, dan heeft het een aantal eigenschappen. Eentje daarvan is de amplitude. En de amplitude wil zeggen. Hoe groot de maximale uitwijking is van het voorwerp ten opzichte van de evenwichtstand. Andere eigenschap is de periodetijd. Uh, hoe lang doet het voorwerp over één trilling? Na elke periode herhaalt de beweging van het voorwerp zich. Wanneer je deze beweging wil uitzetten in een grafiek, dan krijg je een IT-diagram. En een oscillogram is daar een goed voorbeeld van, net zoals een cardiogram. Bij een trillend voorwerp is er altijd sprake van een resulterende kracht die het voorwerp terugduwt richting de evenwichtstand. Als je dat als input gebruikt voor een numeriek model, dan kun je dus een uh, trilling uh, modelleren. En zul je ook zien dat wanneer je het uh, UT-diagram maakt van dit trillend voorwerp, dat je dan een hele mooie sinusvorm krijgt. Wanneer dat het geval is, dan spreken we van een harmonische trilling. Wanneer je het numeriek model uh, gemaakt hebt, dan kun je natuurlijk ook de snelheid uitzetten tegen de tijd. Dan zul je zien dat dat ook een, een sinusvorm is. Maar er is nog een tweede manier om met die snelheid te werken. En dat is door namelijk uh, gebruik te maken van de amplitude en de periode van deze trilling. En daarmee kun je altijd de maximale snelheid van het voorwerp uitrekenen. En dat is de snelheid waarmee het voorwerp door de evenwichtstand beweegt. Wanneer je het voorwerp gaat bekijken op twee verschillende tijdstippen, dan. Is er sprake van een faseverschil? Wanneer de trilling zich gaat uh, uitbreiden over de ruimte, dan spreken we van een zogenaamde lopende golf. Hoe kun je nou heel snel zien aan de grafiek of het een grafiek is van een golf of van een trilling? Dat is door te kijken naar de grootheid die op de x-as is uitgezet. Is dat een afstand, dan heb ik te maken met een lopende golf. Is dat een tijd, dan heb ik te maken met een trilling. Een lopende golf. Beweegt door een medium heen. Dat doet het met een bepaalde snelheid en dat noemen we de golfsnelheid. Hoe groot de golfsnelheid is, hangt af van het medium. En bij geluidsgolven kun je bijvoorbeeld in BINAS opzoeken hoe groot die golfsnelheid dan is. Een tweede eigenschap van lopende golven is de frequentie. En wanneer je de frequentie weet, kun je ook altijd vrij snel de periodetijd uitrekenen en vice versa. En daar is een formule voor. Daarnaast heeft een lopende golf ook altijd een golflengte. Frequentie, golflengte en golfsnelheid hebben sterk met elkaar te maken. Weet je er twee, dan kun je altijd de derde uitrekenen. Ook bij een golf kan er sprake zijn van een faseverschil. En dat is wanneer je kijkt naar twee verschillende posities en die met elkaar gaat vergelijken. De frequentie die je waarneemt hangt niet alleen af van de frequentie van het trillend voorwerp dat de lopende golf produceert. Maar het hangt ook af van de snelheid waarmee je naar het voorwerp toe beweegt of van het voorwerp af beweegt. Dit effect wordt het Doppler effect genoemd. Wanneer een voorwerp een aandrijffrequentie krijgt van buitenaf, dan kan het in resonantie komen. En het zal in resonantie komen wanneer die aandrijffrequentie precies gelijk wordt aan de zogenaamde eigen frequentie of eigen trilling van dat voorwerp. Ook bij... Uh, golven kun je te maken krijgen met uh, een vorm van resonantie en dat is ook wat gebeurt uh, in muziekinstrumenten. En door deze resonantie zal zich in een muziekinstrument een staande golf kunnen ontwikkelen. Drie verschillende muziekinstrumenten en situaties moet je daarbij kunnen onderscheiden: namelijk die van een trillende snaar, denk bijvoorbeeld aan een uh, gitaarsnaar of een vioolsnaar. Bij een trillende snaar zullen de uiteinden altijd stilstaan. Oftewel een knoop zijn, en zo zullen er één of meerdere maximale uitwijkingen te zien zijn tussen de knopen. En dat noemen we dan een buik. Bij blaasinstrumenten hebben we twee vormen, namelijk een buis die aan twee kanten open is. En dan zal aan elke open kant zal zich een buik ontwikkelen. En je kunt ook een buis hebben die aan één kant gesloten is en aan de andere kant open is. En dan krijg je aan de gesloten kant een knoop en aan de open kant een buik. In elk van de drie situaties kun je uitrekenen. Hoe groot de golflengte is die nodig is om deze situatie te laten ontstaan. En die hangt af van de lengte van de snaar of de lengte van de buis. En het hangt ook af of je te maken hebt met de grondtoon, waarvoor geldt dat N1 is, of van een van de boventonen. En die beginnen vanaf N is 2.